Tineke. Hallo. Zo, je bent al Tineke. Het lijkt wel helemaal ingepakt en zo. Ben ik weer? Ja. Tineke Nussink, daar staan we weer. Deel 2 van Maak Max Mogelijk hier in Spijkenisse bij Murray's en Murray's & More. Tineke Nussink, de beeldhouwer of ster, dat mag u allebei, mag dat zo genoemd worden. En is al flink bezig. Inmiddels 2 weken aan de slag en nog steeds met het piepschuim, wat keihard is. Je zou denken van nou, dat is broos, zacht materiaal. Maar dat moet helemaal gaan via de mal die jij hebt getekend, maar die je ook in je hoofd hebt. Want uiteindelijk, beste mensen, moet dit Max gaan worden. Op 28 oktober 2022 ligt Max aan de Voorstraat 14 Anton bij de voormalige slagerij te wachten op zijn baasjes die helaas nooit meer terug gaan komen. En wilt u daar meer over weten, kijk dan ook eventjes naar deel 1. Tineke, in deel 1 hebben we je bezig gezien eigenlijk met het blok. Hè? Karel, jouw partner en ik hebben het blok naar binnen gesjouwd. En niet zwaar, maar verschrikkelijk onhandig hier neergelegd. En ja, jij bent hier dus begonnen met het beeld. Nou, we zien wat het beeld nu is. Piepschuim, een hoop rommel en een levensgevaarlijke zaag. Je bent begonnen. Wat heb je in je hoofd? Ik wil uit dit blok natuurlijk een basisvorm gaan zagen waar ik later op ga boetseren. Dus er moet nog heel veel af. Ja, want ik begrijp dat dit eigenlijk min of meer de ingewanden zijn van Max, de binnenkant. Denk het even zo, visualiseer het voor jezelf. Je hebt een herder, maar die is dus helemaal kaal geschoren. Ja. Dat is de bedoeling. Dus alleen zijn velletje en zijn geraamte, dat moet ik dadelijk hebben. En dan ga ik daarop boetseren. Nou, we halen Max er even bij, mini Max. Want dan maakt het ook allemaal een klein beetje duidelijker voor de kijkers van Botlek TV. Hier hebben we Max. Deze heb jij ook zelf vervaardigd. Dit is ongeveer de Max zoals de mensen hem hebben gekend. Die hier in Spijkenisse hebben gewoond voor de oorlog en tijdens de oorlog tot 1942. Een waakse Duitse herder, maar zo lief als men zijn kan. En achtergebleven terwijl zijn baasjes zijn afgevoerd met de trein via Westerbork naar Sobibor en Midden-Europa. En nooit meer zijn teruggekomen. Max, het symbool van verbinding, van verbroedering. En ja, dat we eigenlijk allemaal, zodra we Max zien, weten van het mag nooit meer gebeuren. En het gebeurt bijna weer aan de oostgrens. Rusland, Amerika, Europa. Groter worden en laten we hopen dat er gewoon vrede blijft en dat er ook geen vervolgingen meer komen. Ja, de mens is hardleers. Terug naar het materiaal. Hard materiaal. Dus dit moet Max gaan worden uiteindelijk. Je bent eigenlijk net begonnen, hè? 2 weken geleden. Hier bij Moor. Wanneer gaan we echt de contouren zien? Oeh, dat is een goede vraag. Als ik daar antwoord op kan geven. Ik hoop dat ik eind februari zover ben dat die basisvorm er een beetje in zit. Dan ben ik al heel blij. Ja. Nou, de restaurants en de cafés zijn weer geopend. Mensen kunnen hier naar binnen komen. De deur staat open. Kunnen ze jou live bezig zien met Max. Mm-hmm. Heb je dan ook tijd om aan de mensen uitleg te geven van wat het gaat worden en hoe en wat? Of zeg je nou, soms moeten we het ook wel gesloten houden en dan kunnen ze via de ramen kijken? Ja, we willen 2 keer in de maand ongeveer op een zaterdag hier zijn, zodat we uitleg kunnen geven. Maar door de week, dan kunnen ze wel langslopen en naar binnen kijken, buiten, van buiten naar binnen. Maar liever niet dat ze hier druppelsgewijs binnenkomen en dat ik elke keer dat verhaal moet vertellen. Want dan komt dat beeld natuurlijk niet klaar. Nee, dat snap ik. Voor de kijkers van Botlek TV, binnenkort op de website, die ook nog op dit moment onder constructie is, gaan we dus zien wanneer u van harte welkom bent, 2 keer in de maand op een zaterdag, wanneer Tineke Nussink hier aanwezig is en het proces vertelt en uitleg geeft. Ja, er gebeuren heel veel leuke en interessante dingen rondom het project Max. En we gaan zometeen ook nog even heel kort praten met Ferry Vickers van Verrasso. Prachtige kaarten. Ansichtkaarten
mini-posters en grote posters. Van allemaal iconen van Spijkenisse Nissewaard. Hebben wij een iconen dan? Jazeker wel, want we schelden altijd wel op die Spijkenissebrug als die omhoog staat. Maar je kan er wel hele mooie kaarten en posters van maken. En dat geldt voor de Boekenberg, voor de stoep en voor nog een groot aantal andere prachtige plekjes hier in deze omgeving. En rechts van mij staat Fer Vickers van Ferrazzo, Studio Ferrazzo. Hij is grafisch ontwerper. En Fer, jij gaat de actie van Max ga je ook ondersteunen. Ja. Je hebt prachtige posters gemaakt, ook van Max. Die laten we volgende keer zien. Wat ga je ermee doen? Je zei het zelf al, ik ga ze verkopen en een gedeelte van de opbrengst van de verkoop gaat naar het Maakt Max Mogelijk. Dus ja, naar dit blok piepschuim. Nou, dat is toch geweldig. Allemaal van die leuke acties, daar komen we volgende keer weer op terug, want er zijn vele acties in wording. Koop een kaarten, koop de posters hoe, dat krijgt u binnenkort te horen. Dankjewel Fer, dankjewel Tineke, dankjewel kijkers van Botlek TV. Tot de volgende keer.